Welkom terug. Ons gesels oor die reuse uitstalling Goede Hoop Nederland en Suid-Afrika sedert 1600. Dis by die Rijksmuseum in Amsterdam. Voor ons verder gesels, kom ons luister eers weer na die curator van die uitstalling, Martien Gosselink. Daarna praat ek met professor Elise van Eden en professor Otto ter Blanche. Tijdens de Boerenoorlog was de Nederlandse regering neutraal. Het Nederlandse volk ging massaal de straat op om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de Boerenoorlog. Het is echt krankzinnig in welke hoedanigheid en hoeveelheid dat gebeurde. Bij de anti-apartheidstrijd gebeurde exact hetzelfde. Je had honderden verenigingen, clubjes, van studenten tot en met kerkkoren, gemeenschap, nou, van alles nog wat. Mensen die opkwamen voor de strijd tegen apartheid. Maar de regering bleef wederom neutraal. En Nederland is nog steeds de tweede grootste investeerder, heb ik begrepen, van Zuid-Afrika. En dat was het toen wellicht ook. Dus de handelsbelangen met Zuid-Afrika waren belangrijker voor onze regering dan de politieke strijd. En tijdens de Boeroorlog was het precies hetzelfde het geval. De handelsbelangen met Engeland waren toen belangrijker voor de Nederlandse regering dan de politieke strijd voor de boeren. En in die tussentijd, want daar hebben we het dan over, hebben we een periode waarin mensen zich eerst nog heel erg verwant voelen met de boeren, onze verre neven, de mensen van het ware protestantisme. Dat was een trots, hè, echt een verwantschap voelde men. Maar op een gegeven moment hebben we de Tweede Wereldoorlog in Nederland gehad en de koloniale oorlogen in Indonesië. En de generatie die niet daar zelf heeft gevochten, maar de generatie daarna, die is zich schuldig gaan voelen en die is zich gaan schamen over het koloniale verleden in zijn algemeenheid. Apartheid komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daarmee zeg ik niet dat apartheid een Nederlandse uitvinding is, maar het is wel gelegd op een basis die voortkomt uit de Britse en de Nederlandse koloniale periode. En dat heeft te maken met stelselmatig onderdrukken en uitbuiten en buiten schuiven. En wij denken nu dat de sympathie voor de zwarte bevolking van Zuid-Afrika tijdens de apartheidsperiode een aanleiding heeft gehad in die schuld- en schaamtegevoelens van deze generatie in de jaren 70 en 80. Het wil niet zeggen dat iedereen anti-apartheid was. Er waren ook wel stemmen die zeiden van nou, ik zie er eigenlijk niet zoveel kwaad in. Maar die lieten zich minimaal horen. De groegemeente, het gros van de Nederlandse bevolking zich schaarde achter de strijd tegen de apartheid. Is al Zuid-Afrikaanse problemen Jan van Riebeeck se skuld, soos president Jacob Zuma gesê het? Ik denk dat het heel lastig is om alle problemen van Zuid-Afrika anno nu toe te schrijven aan één man. Ik denk dat dat niet klopt. Ik denk wat wel klopt is dat er rode draden zijn aan te wijzen vanuit die vroege prille koloniale periode. Zelfs inderdaad ook door Jan van Riebeeck geïnitieerd die je nu nog steeds vindt. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan het DOP-systeem. Jan van Riebeeck begon met het uitbetalen in sterke drank aan zijn werknemers om hen aan zich te binden, want verslaafde mensen lopen niet weg. En daarmee creëer je een afhankelijkheid die niet gezond is, die niet goed is. En als je dat alsmaar voortzet, dit systeem, en naar ik heb begrepen is het officieel afgeschaft ergens eind vorige eeuw, maar bestaat het nog steeds op heel veel plekken in Zuid-Afrika. En met alle gevolgen van dien, hè, dat mensen een groot deel van hun leven in dronkenschap doormaken. Baie welkom aan my twee gaste, professor Elise van Eden en professor Otto ter Blanche. Otto, ek gaan eerstens vir jou vra, Paul Kruger is as 'n held ontvang in Nederland. Martine sê hy was ontvang soos wat 'n mens nou vir Barack Obama of selfs Michael Jackson sou ontvang. Hoekom was die regering so onwillig om die Boererepublieke by te staan tydens die Suid-Afrikaanse oorlog? Ja, laat ek miskien begin deur net daarop te wys dat daar is net twee Suid-Afrikaners wat soos helde ontvang is in Nederland. Die een, soos ons weet, was Paul Kruger. Spesifiek op 19 en 20 Desember 1900 was die skare jubelend om hom in persoon daar te sien. En natuurlik die tweede was Mandela. Vooral na sy vrylating, spesifiek 16 Junie 1990, het 20.000 Nederlanders op die Leidseplein
in Amsterdam saamgedrom om vir Kreer, vir Mandela jubelen toe te juig. En nou die ironie van die geschiedenis is, Leidseplein is binnen stapafstand van die huis waar vir Woerd geboor is. So nou die 20.000 Nederlanders wat vir Mandela toe juig, en net om die draai is die huis waar vir Woerd die sogenaamde bouwmeester van apartheid geboor is. Maar goed, die beleid van die Nederlandse regering in daardie era van die boereoorlog was natuurlijk dat hulle streng neutraal geblei het volgens internationale norme. Al het van die ministers het sympathie gehad met die boerezaak, maar als regering het hulle neutraal geblei. En ons vind dat koningin Wilhelmina, destijds die koningin van Nederland, het was baie streng wat die neutraliteit betreft. Maar sy het toch een uitzondering gemaakt, die feit dat sy die Gelderland gestuur het, om Kreer Nederland toe te neem, Europa toe te brengen. Dit het die mense toegejuig, want hulle het meer daadkracht verwacht van die Nederlandse regering. En hier kom die koningin en sy geef is Kreer een skip om Europa te bezoek. So, dit was so nie rechtige afwijking nie, maar dit is nog steeds, het sy neutraal geblei. En natuurlijk die story van neutraliteit is dat sy was ook ten gunste van om oorlog te vermy en om vrede te soek. Daarom het sy persoonlik die staatshoofde van Duitsland en Engeland genader, koningin Victoria, om vrede te soek en dat die oorlog nie uitbreek nie. Want sy het bijvoorbeeld in 'n brief aan Victoria, het Wilhelmina, spesifiek gepraat van the horror of war. Ja. So, dit was haar amptelike standpunt en ook van die Nederlandse regering. So, dit was ter wille van vrede. Ter wille van vrede en om oorlog te vermy. Elise, Jan van Riebeeck loop lekker deur deesdae, en kan een mens sê, apartheid is een gevolg van kolonialisering of Nederlandse kolonialisering? Wel, kyk, die dinge soos wat sy ook uitgewys het, is dat apartheid kan verbind word met beide periodes van kolonialisme. Of kolonialisering. As ons kyk bijvoorbeeld na die VOC-tijdperk van 143 jaar, dan sien ons dat die VOC ook facette van racisme beoefen het. Sy wys dit uit met baie spesifieke, seermakende voorbeelde. Maar ons historici sal vir jou uitwys dat racisme eintlik hier merendeels tussen grense van groeperinge veroorsaak is of ontwikkel het. Nie so seer die bepaalde sekere goed wat hulle in die Kaap self gedoen het, soos die dopstelsel, soos slavernij nie. Dit lyk het my kon nog hanteer word, maar sodra dit by grense gekom het, en dan die konflikte, was die konflikte daar. In elk geval daar. Ja. In die VOC tydperk was die konflik tussen Xhosa bijvoorbeeld en die Weskaapse boerlinge, die blankes, het maar eers hier in twee dekades voor 1795 plaasgevind. So voor daar die tyd was daar nie soveel konflik, al was die Khoisan of die Kokoen en die San nogal redelijk baie betrokke by die westerlinge nie. Nou, as ons kom by die koloniale tydperk van Brittanje, maak het een groot verskil. Want die punt is, dit is van 1806 tot en met 1960, en ons sien een situasie van waar jy een indirekte regeringsstelsel gekry het. Die indirekte regeringsstelsel, as jy denk aan een piramide, die boonste vlak is die blankes, die koloniale leiers, en die onderste vlak is die inheemse groepe. En die koloniale leiers het hierdie inheemse groepe bestuur, maar ook onafhanklikheid gegee. So dis 'n indirekte bestuurstyl. Nou daai bestuurstyl het gemaak dat jy algaande skeiding tussen groeperinge gekry het wat rasisme bevorder het, want daardie mense kon nie op 'n hoër vlak besluite neem. Nou sien jy 1948 met die apartheidsregering bevorder hulle steeds daardie piramidiese styl. En 1994? En 1994 doen die ANC dieselfde. Ons gaan maak net gou 'n draai in die winkels. Haal die asem, ons is nou terug.